Nou goed, het kunstwerk van vorig jaar, althans de Artist Impression. Zoals ik die heb nageschilderd vorig jaar. En die jullie hebben kunnen zien en op mijn website staat. Nou, ik ben bij Jan. Ik wil eventjes een beetje de omgeving laten zien. Kijk, Jan maakt een hele serie kunstwerk met als thema Nederland. Hier staan twee werken van hem en aan de andere kant van zijn woonkamer ook nog een ander werk, een heel spannend werk. Je moet er zelf maar een mening geven, maar bij mij was het daar gelijk heel erg vurig, heel een beetje duivelachtig. En hier heb ik de kleine. Kijk, zij houdt ons gezelschap. Dat is wel heel gezellig. Kijk, dus kom dan. We gaan nu op recorder. Dat moet ik ook wel even jou fotograferen, dat jij maar aan het fotograferen bent. Ja, het gaat allemaal goed, Erik. De ketterend heb ik nodig. Goed, man. Het is wel onnatuurlijk, hè? Zal ik hem nu houden eigenlijk, hè? Want... ja, eigenlijk wel, maar ja. Hallo, hè. Dat maakt in principe niks uit. Ik ga daar toch in monteren. Denk ik dan. Ja. Die arm die heeft nog gestrekt, goed zo. Ja. En die hoofd iets naar beneden, naar mij ja. Kijken. Ja. Je kijkt ook in principe op de wereld neer, zoals, oh, ja. Zoals elke Amerikaan dat doet. Hé, hey, lieve, dat is een zwaai, dit. Dan moet je iets meer zo bij je goed. Zo. Je arm iets meer naar buiten draaien, ja. Ik doe echt een zwaai, de kleine bij jou. En iets terug, ja. Gelijk lachen uit dat je reageert. Nou, even gewoon staan, dan hou ik het voor. Wat moet ik nu doen? Nou, dus je houding was zo goed. Ja, maar? Toch man. Nee, je moet eigenlijk weer iets door dat voorbeeld, het moet niet gestrekt zijn, dat moet ook iets gekromd zijn. Ja. En dan kan je dat bijna wat verder naar achteren. Ja. Eerst maar even je handen, correct. Je moet eigenlijk dat je hoofd gewoon een beetje zo naar beneden, weet je wel. Dus je kin iets laten zakken. Ja, zo is die dan mooi hoor. Even zo. Ik denk dat we er aardig al zijn, hoor. Ja, denk ik ook, ja. Oké. De originele statue. Ja, dat wil ik het liefst hebben. Dus dat wit moet dan zeg maar dat koperen kleur worden. Prima. Ja, en die riemen ook. En mijn zicht, ja, alles eigenlijk. Die bruine vetus. Die schoenen. Maar het is wel goed gelukt, hè, zoals het nu al uitziet. Kijk. Nou, dat is een extreme close-up. Je ziet mijn medaille. En dat is de medaille van de New York City Marathon van vorig jaar. Nou goed, ik kan het niet lezen op mijn schermpje, maar geloof me. In 2006, dit is de 2006 medaille. En nou goed, Jan is er nog volop mee bezig om de achtergrond om te zetten in de blauwe lucht. Ja, klaar Jan, hè? Ik ben benieuwd wat er aan het resultaat. Even uitzoomen zo. Ik zal hem zelf in zijn geheel ja. Alleen de kleuren daar nog even bij. Oh ja, nou laten we zien, want ik ben wel benieuwd. Kijk. Ja. Zo, kom even dichterbij. Zo. Oh, ik zou wel een beetje. Zeg nou scheef, Jan, of niet? Nee, hè? Lijkt me zo door de kaart.